Napraten over de wedstrijd Nunspeet tegen NSC Nijkerk. Hier vanmiddag op de Wildzang gespeeld. 4-0 de overwinning. En naast mij een trotse trainer. Ja, we hebben denk ik naar een hele mooie wedstrijd zitten kijken. Tenminste van onze kant. Weer 0 tegen doelpunten. En het publiek wilde doelpunten. En die hebben ze gekregen, denk ik. Dus, 4, maar allemaal in de eerste helft. En ze hadden er nog wel meer willen hebben in de tweede helft. 3 in de eerste helft. Eentje in de tweede helft. Maar, sorry, je hebt gelijk, ja. Dank je wel. Nee, ja, volgens mij hadden we er zeker meer kunnen scoren. En misschien ook wel moeten scoren. Op een gegeven moment is zo'n wedstrijd gespeeld. En dan is het ook wel heel erg lastig om door te blijven drukken. Wij vonden het ook belangrijk om de organisatie te bewaken. En zo'n eerste helft kost ook gewoon heel veel kracht. Je gaat kijken ook al een beetje richting volgende week naar zo'n stand. En je kan wisselen, dus dat gaan we dan ook doen. We zijn gewoon hartstikke blij met 4-0. Dus de rest is voor ons in de groep. Had je meer tegenstand verwacht van NSC? Ja, absoluut. Ja, die in de beker hadden ze die donkere jongen die eigenlijk net voor rust erin kwam. Ja, dat vind ik een fantastische voetballer. En ik denk dat hij een paar keer... Convaliers. Dat denk ik. Ik denk dat hij een paar keer te laat was gekomen op trainen, want hij speelde niet. En eigenlijk alle dreiging zeg maar, kwam daar de vorige keer vandaan en nu eigenlijk helemaal niet. En in een opbouw dat deden ze eigenlijk hetzelfde als wat we in die wedstrijd hebben gezien. We hebben vorige week mee zitten kijken in de bekerwedstrijd tegen Zwart-Wit. En ze speelden exact op die manier. Dus het storen zoals we het hadden bedacht, dat ging echt perfect. En ze deden ook niet halverwege de eerste helft wat anders. Dus ze hebben ons ook wel een beetje in de kaart gespeeld. Ja, je wist vooraf dat je Addy zou missen en dat je Joep zou missen. Vervangen door Asse Visser en door Marnix Tissing. Bracht je dat nog wel hoofdbrekens met het oog op de wedstrijd? Omdat je toch wel wat tegenstand van NSC verwachtte? Vooral in balbezit. Addy en Joep zijn beide creatieve jongens. Dus in het aanvalspel kunnen zij daar wat extra's bieden. Die creativiteit is er wat minder bij Marnix en bij Assen. Assen zit wel een hele hoop energie in. En met name in het storen biedt hij over het algemeen wat meer dan wat Joep kan leveren. En bij Marnix, als de organisatie duidelijk is, dan kan Marnix dat in het veld wel weer heel duidelijk overnemen. En ze hebben beide denk ik een hele goede wedstrijd gespeeld. Dus zijn we blij mee. Jonathan van het Hof. Het was een beetje de Jonathan van het Hofshow, hè? Ja, ik moest hem eerst nog even stijf schelden bij de eerste actie. Want dan stond hij weer een beetje zo half in te houden. Maar toen was hij ook meteen goed wakker. Ja. Als Jonathan gaat rennen en hij komt in de 1 tegen 1, is hij niet te houden. En we zeggen aan de kant ook vaak van dat het tijd is dat hij dat zelf eens gaat beseffen. En hij gaat het steeds vaker beseffen. En dan is het echt genieten om... naar hem te kijken. Waarom heeft hij dan toch dat steuntje in de rug nodig om hem eerst eventjes duidelijk te maken wat je van hem verwacht? Ja, ik heb af en toe een steuntje nodig, jij denk ik ook. En dat hebben we allemaal en voetballers zeker. Dus hopelijk wordt dat steuntje steeds minder nodig. Maar als wij dat steuntje moeten geven, dan doen we dat. Zijn acties waren in ieder geval geweldig aan de rechterzijde. Als je daar nou Joep Bans is aan de linkerzijde bijplaatst, wat krijgen we dan te zien? Ja, dat heb je in de eerste paar wedstrijden gezien. Ja, dan hebben we creativiteit aan twee kanten. En dan zijn we sterk in de 1 tegen 1 aan beide kanten. We begonnen zeg maar over Asse Visser die op de kant stond van Joep. En dan krijg je iets anders spelletje. Hij was wel heel dreigend vandaag. En jij krijgt iets meer diepte lopen en wat minder 1 tegen 1. Maar met Joep is het over het algemeen wat meer 1 tegen 1. En dat is ook genieten. Dennis van der Wal blijft in de rust achter in de kleedkamer. Waarom? Dennis die gaf aan dat hij wat last kreeg van de spieren. Ja, Dennis is gewoon wat ouder, heeft een jaar niet gespeeld. En dat vindt hij zelf heel erg lastig. Want hij wil gewoon continu het team helpen. Ja, als je 38 bent, dan wil het lichaam soms anders reageren dan wat je in je hoofd hebt. En hij had best nog wel doorgekund. Alleen je wil het risico ook gewoon met hem niet nemen. Want ik denk dat we hebben gezien hoe belangrijk hij ook is voor het team. Niet alleen in duels die hij zelf wint, maar ook in sturen. En we hebben gewoon mogelijkheden om te wisselen. En Mark Koster is een jonge die heeft vorig jaar niet gespeeld omdat hij een kruisbandblessure had. Doet het bij het tweede wekelijks goed. Zijn invalbeurten zijn steeds goed. Ja, als je ziet hoe hij het invult tegen hun beste speler. Ja, dat is fantastisch. En
Ja, Dennis is dan de eerste om naar Marco Koster toe te lopen en te feliciteren met een hele goede invalbeurt. Dus ja, dat is ook de waarde van Dennis. Je wisselt nog wat spelers, maar onder andere Ronnie Huisman komt erin. Ja, Ronnie is ook even weg geweest bij de club. Vorig jaar weer begonnen met voetballen. En creatieve jongen, snel en handig. En we hadden voorin wat problemen, omdat Emu Goud natuurlijk weggevallen is. Joep was geschorst. Dien van Ooyen, die zit in het buitenland. Dan wilden we wat aanvallend vermogen erbij hebben. Ja, als een jongen uit de jeugd het dan heel erg goed doet bij zijn eigen team. En je krijgt de mogelijkheid om zo'n jongen te laten debuteren en te laten ruiken aan het eerste. Dan vind ik dat je daarvoor moet gaan. En ja, de stand is er dan ook na om zo'n jongen zijn debuut te laten maken. En alleen maar hartstikke goed, denk ik. Ja, dat kun je dan veroorloven natuurlijk om bij een 4-0 voorsprong en nog een minuut of 13, 14 te spelen om zo'n jongen dan wat speelminuten te geven. Dat geldt ook voor andere spelers. Ja, nee, absoluut. En we hebben afgelopen donderdag heeft hij al meegetraind. En we hopen daarmee ook een signaal af te geven aan jonge jongens. Weet je, dat we zijn hartstikke druk als staf, zeg maar, met het eerste. Maar ja, we blijven ook wel gewoon contact houden met de jeugdtrainers. En proberen zelf af en toe eens wat mee te kijken. En het is een goed signaal, denk ik, dat we onze eigen jongens blijven zien. En hopelijk ook geeft een stukje motivatie voor zijn teamgenoten om ook die stap te gaan maken. Ja, de twee directe tegenstanders, die speelden vanmiddag gelijk tegen elkaar. Ja, Sewolde Roda was 1-1, zag ik. VSC ook gelijk gespeeld. En dus wat dat betreft waren de uitslagen op de andere velden niet ongunstig. Dus, maar goed, we bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd. Volgende week een hele mooie tegen Sewolde programma. Ja, absoluut. Ja, daar hebben we zin in. Er komen een hoop oude bekenden tegen. Dus, Ja, dat was er vandaag ook, hè? Niels Willemsen. Ja, Niels, in de tijd dat ik nog trainer was van de tweede, toen kreeg Niels een beetje bonje met de hoofdtrainer. En toen heeft hij ons geholpen aan een heel mooi kampioenschap bij Nesbitt 2. Dus ik heb hele mooie herinneringen met Niels. Gisteravond spraken we elkaar en toen zeiden we al van nou, ik hoop dat ik morgenmiddag een trotse trainer naast me heb staan of tegenover me heb staan. En dat is echt het geval, hè? Je geniet ervan, hè? Ja, zeker. Kijk, we werken keihard met z'n allen. Achter de schermen gebeurt er van alles in zo'n groep. En is het ook hard werk om iedereen bij elkaar te houden. En als je ziet, zeg maar, hoe hard zo'n groep ook met elkaar bezig is om een stap verder te komen en hoe dat dan opgepakt wordt. En als het plan dan klopt en wordt goed uitgevoerd, ja, dat is gewoon eigenlijk het allermooiste om mee te maken. En dan hoeft het niet eens altijd per se een overwinning op te leveren. Maar ja, 4-0 is wel heel erg lekker. Is wel lekker meegenomen. Ja, dus maakt het weekend net wat mooier. En de opmaat voor volgende week? Morgen rustig eens kijken of we wat kunnen vinden van Sewolde. En dan gaan we ons dinsdag weer voorbereiden. Dankjewel Werner. En veel succes komend week met de trainingen en de wedstrijd volgende week. Ja, dankjewel. Goed, dat was het hier vanuit het business home van de voetbalvereniging Nunspeet. Napraten met trainer Werner Pluim over de wedstrijd Nunspeet NSC Nijkerk. Hier vanmiddag op de Wildzang 4-0 overwinning voor Nunspeet.